Dan gaan we naar de grote drama's met inklimmers. Die moeten stoppen. Ja, het gaat natuurlijk om mensen die vrachtwagens openbreken. Daarmee proberen Europa te doorkruisen. Gisteren nog kwam het nieuws dat in Engeland 39 mensen werden gevonden in een vrachtwagen. Allemaal overleden. Het heeft dus te maken met mensen die zo'n vrachtwagen ingaan. En de transportsector roept daarom dan ook op om dit harder aan te pakken. Ze zeggen zelfs in de Telegraaf dat het wellicht een idee is om dat inklimmen strafbaar te maken. En op die manier dus menselijk leed, maar ook trauma's voor chauffeur en schade aan goederen te kunnen voorkomen. Dit jaar trof de marechaussee al 450 inklimmers aan. Ja, als dat doorzet, komen we dit jaar dus op 900. In heel 2015 waren het er zo'n 500. Belangrijk om te vermelden is wel dat dit alleen de cijfers zijn van de marechaussee. Daar komen de cijfers van de politie nog bij op. Wiert, denk jij dat het strafbare stellen van inklimmen gaat helpen? Nee, dat gaat helemaal niet helpen. Want in een brede verband waar we hiermee te maken hebben, is dat er een om ons heen, om Nederland heen, om West-Europa heen, een stroom gaande is van migranten die proberen om onze kant op te komen. En dat gaat niet alleen via die trucks, dat gaat via allerlei verschillende routes. En het gaat om honderdduizenden mensen die de wens hebben om hier naartoe te komen. Ja, en die hun levens bereid zijn ook te riskeren. Vaak. Maar als je het dan toch specifiek hebt over dat inklimmen en de schade voor de chauffeurs is zo groot, het menselijk leed, wat moet daar dan tegen gebeuren? Nou, je kunt proberen te voorkomen dat mensen in een truc klimmen. Maar ja, die mensen klimmen overal in als zij de indruk hebben dat ze met een bepaald vervoersmiddel kunnen komen op de plek waar ze willen zijn. En dat is hier. Dus we moeten het voor die mensen minder aantrekkelijk maken om naar hier toe te komen. We moeten hen duidelijk maken, hier is voor jullie niks, valt hier niks te halen. Alleen, dat doen wij niet voldoende of we slagen er niet voldoende in om tegen die mensen te zeggen, joh, blijf thuis, bouw je eigen land op. He, als je bereid bent om te werken en je kunt hard werken, dan moet je dat bij jou thuis doen. En niet hier, want hier is gewoon geen plek voor jullie. Meneer Wiesma, ik hoor dus inderdaad bij Wiert, die is sceptisch tegenover dit plan van het strafbaar stellen van inklimmen. Hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, alles wat helpt moet je doen. Maar volgens mij wat we echt moeten doen is linea recta terug naar je eigen land. Gewoon weg. Je riskeert je eigen leven, maar ook dat leven van anderen. Het leven is gevaarlijk. Er zijn overigens al allemaal dingen. Als je een vrachtwagen betreedt en je ligt schade aan, dat is al strafbaar. Hè? Dus laten we dan niet jaren steken in een wetsartikeltje alleen maar wijzigen in de hoop dat dat dan werkt en dat ze daarna luisteren. Dus als het werkt, prima, doen. Maar dat kan nu denk ik ook al vaak. En linea recta terug naar dat eigen land en daar veel harder op zitten.